Het is inderdaad zo dat het geduld van de Koroniaan, voornamelijk de landbouwers en veehouders, op de proef is gesteld met eigenlijk deze handeling vandaag. We weten allemaal dat wij langer dan 2,5 jaar lang hebben gewacht. Maar liever te laat dan nooit. Belangrijk is dat wij een oplossing vinden voor de boeren in Koroni, in het bijzonder de landbouwers en de veehouders. En hiermee wil zeker de regering aangeven dat ze het menen met de productie die wederom op gang gebracht moet gaan worden hier in het district. Vandaag hebben we een van die momenten dat zij het gaan doen. En het ligt inderdaad aan ons allemaal, Koronianen, om verder in elk geval het daadwerkelijk in productie te brengen. Ik zou willen zeggen deze aan vooral de boeren van Burnside om ingeving dat zij later zeker goed gebruik zullen maken van de mogelijkheden, die voorwaarden die geschapen zullen worden om daadwerkelijk weer in productie te gaan. Ik wil jullie bij deze ook feliciteren met dit moment. En aan degenen die dat zullen uitvoeren, wil ik alle succes toewensen. Nu zijn wij al bezig met, met de boeren. Als als het damherstel plaatsvindt, gaat de toeloop zeker naar LVV groter zijn. Dan dienen wij die mensen te begeleiden op hun, wat ze vragen. Maar mijn advies, persoonlijke advies, is meer, zoals ik het zo even gezegd heb, begin in het begin na herstel van de dam, begin met rundvee-uitbreiding. Dat is veel beter. Nou hebben wij geen machinepark, dus vecht niet om te gaan planten. Doe voorlopige rundvee-teelt en het voorgedeelte langs de Oost-West-verbinding laat men beginnen met kokosteelt. En dat kan, die twee dingen kunnen het district opliften? Om de brieken te herstellen, daarvoor hebben we 2 maanden ingetrokken. Het gaat meer om het vervoeren van de klei en opschonen van de dam. Dus dat werk gaat in 3 fasen gebeuren. De eerste fase is het opschonen van de dam en het rijbaar maken om de locatie te bereiken. Toen is het hoe dicht begroeid het is, vandaar dat wij nu sowieso aan de staat zijn om het in orde te maken. De tweede fase is om de brieken in orde te maken. En de derde fase komt. De derde fase is om de lozing, de Burnside-lozing, schoon te maken. Wat zal dit herstel betekenen voor het gebied zelf? Nou, in de grote regentijd hadden de mensen echt last. De plaatselijke gemeenschap had echt last van wateroverlast. De agrarische sector die ging achteruit. De veehouders die klagen. En het gaat weer een hele boost geven dat men weer kan gaan planten. En dat de veehouders weer makkelijk hun arealen kunnen bereiken voor hun vee, om hun vee los te maken.